Maar eerst zeer droevig nieuws, want voormalig werkgeversorganisator VNO-NCW-voorman Hans de Boer is afgelopen nacht plotseling op 66-jarige leeftijd overleden. De man die jarenlang de lobby voor werkgevend Nederland aanvoerde, wiens naam een synoniem kan zijn voor Haagse lobby, is ontvallen aan de gevolgen van een hersenbloeding. De middenpartijen die kalven af en de flanken die nemen toe. Dat vinden wij jammer, want wij zijn bang dat op die manier het land op den duur onbestuurbaar wordt. Dus fine-tunen en gas bijgeven. Dan is er nog een stikstofcrisis. Die is nog steeds niet opgelost, omdat het kabinet niet komt met een landelijke drempelwaarde. Dus in de bouw loopt het nog steeds niet zoals het zou moeten. Dat is verdomd jammer. En ik ben gewoon pessimistisch over hoe het loopt met de Brexit. Ja, we zitten in de top 10 van landen, maar we zouden easy op nummer 1 kunnen staan. Dat lijkt me een mooi streven. We gaan proberen om de diepe zakken van ons allemaal, want dat is de overheid, maar dat is van ons allemaal, om die zeg maar op een hele gestructureerde manier de economie in te stuwen. Zodat burgers, de werknemers en ondernemers gewoon zekerheid kunnen hebben van jongens, dit land laat ons niet vallen. Oud-voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Hans de Boer, is overleden. Hij werd vorige week getroffen door een zware hersenbloeding. Hans de Boer was 66 jaar. Aan tafel zit de man die samen met Hans de Boer vaak door het leven ging als Peppy en Kokkie. Jacob Vonhoff, de voorman van MKB, het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Gecondoleerd. Ja, dankjewel. Wanneer hoorde u het? Donderdagavond. We zaten in vergadering, we waren in gesprek over het noodsteunpakket. En de directeur van VNO-NCW, Kees Houtshoorn, nam zijn telefoon op, want hij werd gebeld. En dat was de zoon van Hans. En die vertelde dat zijn vader in het ziekenhuis lag. Omdat hij een hersenbloeding had gehad. En het zag er meteen ernstig uit. Wat betekent dit voor u? U bent, tot 1 oktober was hij de voorman van VNO-NCW. U bent jarenlang opgetrokken. U bent ook gehuisvest in één gebouw. De beroemde Malitor in Den Haag. Ja, kijk, Hans de Boer is sowieso, hè, dat zullen ze straks hier aan de tafel waarschijnlijk wel beamen, een hele bijzondere man, iemand die je niet makkelijk voorbij loopt. Iemand die lekker controversiële uitspraken deed, maar ook heel verbindend kon zijn. En dat was hij ook voor mij. Kijk, MKB en VNO wonen in één huis. Het zijn twee verschillende verenigingen. En heel lang stonden ze ook een beetje met de ruggen naar elkaar. VNO voor het groot bedrijf en leek een beetje dominant. MKB was een beetje het kleine broertje. Dus toen ik voorzitter van MKB Nederland werd, toen wist ik eigenlijk niet precies wat ik moest verwachten. Maar Hans is in een ver verleden ook een van de eerste voorzitters van MKB Nederland. En eigenlijk vanaf het moment dat ik binnenkwam, heeft hij zich als mentor opgesteld. Dus hij heeft me naar voren gedrukt. Hij heeft me de kans gegeven om dat merk MKB ook weer kleur op de wangen te geven. En dat heeft hij gewoon, dat heeft hij me mee geholpen. Zeker het eerste jaar. Ik wist nergens van. Ja, en ja, dan maakt zo iemand natuurlijk wel heel bijzonder. Een beetje je grote broer. En dat heb ik heel erg in hem gewaardeerd. En ja, dat voel ik ook wel als een heel groot verlies. Ik ga de andere kant van de tafel. Jij hebt Bussemaker, zoals gezegd, ook oud-minister, oud-staatssecretaris. Ook als je nu de reacties de hele dag leest, dan gaat het eigenlijk van, wij spreken af en toe een gorilla-achtig tot een knuffelbeer. Ja. Hoe heeft u hem ervaren? Want u heeft dat een was die allebei. Ja, ik heb hem leren kennen toen hij voorzitter van MKB was. Toen was ik Kamerlid, 1998. En ik ging over de wet arbeid en zorg vanuit mijn fractie. En Hans moest er helemaal niks van hebben. Wettelijk zorgverlof, dat vond hij helemaal niks. En ik zie ons nog zitten bij Sonja Barend. En ze ging die de meest heftige argumenten bedenken tegen zo'n wet. Maar dan zag ik ondertussen een soort twinkeling in zijn ogen, dat hij het ook toch wel heel grappig vond om ook de tegenargumenten van mij te horen. En dan na die uitzending zei hij, ja, ik ben voorzitter van MKB, dus ik moest natuurlijk wel met een gestrekt brein ingaan. Maar ik vond dat je eigenlijk best een leuk verhaal had. En overigens, ik vind je ook wel een tof wijf. Nou ja, dat is Hans. Ja. En daarna heb ik samen met hem opgetrokken toen hij de Task voor Jeugdwerkloosheid leidde. Het toenmalige kabinet wilde niet zo vooruit. En ik als Kamerlid wel. En daar ging hij dan ook supergoed mee om. En dat laat ook wel zien hoe hij het hart op de goede plek had. Hè? Als het over discriminatie, over racisme, over kansen voor jongeren ging, dan stond hij op de barricade echt van 6:00 tot 's avonds 11:00. Maar ik heb ook hele andere ervaringen met hem. Toen ik staatssecretaris was van VWS, waren de Olympische Spelen in Beijing. Toen heb ik een handelsdelegatie naar China geleid. Maar toen had ik iemand nodig vanuit de werkgevers om met mij samen die delegatie te leiden. En dat was Hans.
En Hans stond dus overal in China, stond echt ook soms ongepast en met zijn gorilla-tactiek. Maar daarna moest hij dan al die borrels drinken om de vriendschap te bevestigen. En dat deed hij met evenveel plezier. Jacco, als ik bij jou terugkom even. Wat heet het ook terugkomt, is de humor. Hij kon het meest spannende momenten, als mensen loodrecht tegenover elkaar stonden met humor, letterlijk inhoudelijk gewoon ruimte scheppen. Ja. Ja, hij kon zo direct zijn. Ik heb wel eens, ik vroeg me wel eens af dat hij geen klap op zijn kop kreeg. Dat vond ik al heel bijzonder dat niet gebeurde. Zo direct kon hij zijn. Maar hij kon het daarna ook echt afkussen. Dus dan was het ook klaar. Maar iedereen accepteerde dat ook. Ik weet dat mijn eerste. Ik was net in de polder. Ik was net voorzitter geworden. En toen mocht ik naar het eerste pensioenoverleg. Ik werd ergens naar binnen gebracht. En daar zat de hele polder die ik nog nooit had ontmoet. En minister Koolmees. En ik ging zitten. En vanaf het moment dat ik ging zitten, kreeg Hans een aanvaring met Han Buske. En dat voorman van de FNV. Ja, de voorman van de FNV. Dat ging erop. Ik denk, nou, waar ben ik terechtgekomen? Hoe zit het nou in die polder? Maar na die tijd waren ze meteen, weet je, er werd uitgesproken en er grappen overheen gemaakt en ze gingen gewoon weer door. Want ze konden op de inhoud heel hard. En dat moet natuurlijk ook, net als met dat gestrekte been. Daar zit je voor. Maar hij had zoveel charme dat hij kwam ermee weg. Ja, maar wat ik het leuke vond, is dat hij ook, als je hem kritiseerde of daar iets terug zei, dat hij dat kon hebben. Want ik heb het meest intensief met hem samengewerkt toen ik minister van Onderwijs was. Zowel op het MBO, echt vakmanschap, vakscholen. Maar ook bij het quota voor vrouwen in de top. En dat was een heel moeilijk dossier. En daar hebben we echt besloten samen op te trekken. En ook te zeggen, hij wilde geen quota. Maar ik zei, ja, dan moet iets anders doen. En toen hebben we samen een databank met getalenteerde vrouwen samengesteld. En af en toe zei hij dan toch iets heel ergs verkeerd. En dan had ik met hem afgesproken, ik geef je echt een schop onder de tafel als hij toch weer iets over een baarmoeder en dat het daar allemaal mee begon. Ik zei, Hans, stop. Maar hij was ook ontzettend in toen we op een vrijdagmiddag samen een aantal bestuurders uitnodigden bij VNO-NCW waar ze geen vrouwen in de top hadden. En zei, ja, dan gaan we wel even een trucje met ze uithalen. We zeggen dat we een borrel met ze willen drinken. Maar we pas als ze er zijn, vertellen we wat het echte onderwerp is. En dan komen we met die databank op de proppen. En dan gaan we laten zien hoeveel vrouwen erin zitten. Nou, dan zaten wij allebei stiekem te gieren van het lachen. Het moet voor hem heel bijzonder zijn. Hè, want het was vandaag Blue Monday, maar voor mij is het echt een Black Monday. Maar er is natuurlijk ook het feit dat er nu een vrouw aan de top staat bij de PvdA. Dat zou hem echt serieus goed hebben. En nog seks, of dat zijn eigen opvolger ook een vrouw was. Ja, nee, dat was al duidelijk. Ik bedoel, daar was hij helemaal voor. Ja, overigens maar weet ik ook dat hij ook met Lilian Ploem heeft hij heel veel handelsmissies gedaan. Kon hij ook heel goed mee. En dat hij met heel veel, ik weet het niet, maar hij kon met PvdA-vrouwen. Hij heeft 50 internationale reizen gedaan in die paar jaar. 50. Hij was heel uitgesproken, maar hij kon ook heel goed met mensen die anders waren. Ik heb zelf de afgelopen jaren in het dagelijks bestuur van VNO-NCW gezeten. Dus hem ook actief als voorzitter meegemaakt. Inderdaad, heel veel grappen. Ook te scherp op. Maar hij had, het leek wel alsof hij een grotere genegenheid had naar mensen die het wel eens met hem oneens waren. Ja. Dat hij dat spannend vond. En dat hij daar ook gescherpt door was. Hij belde je ook nog wel eens na een vergadering op om te zeggen van, nou, het was eigenlijk best wel scherp. Je had me daar tuk. Dus dat vond ik wel heel goed. En ik denk dat, zodat je hem net karakteriseert als een knuffelbeer en een gorilla, misschien moet je dat beide ook wel hebben. En als je daar goed in af weet te wisselen, dan ben je heel sterk. En dat hij zo geliefd is, bij links en bij rechts, dat zegt wel iets over de man. Ja. Aan de telefoon, Hans Hille, oud-minister, oud-Kamerlid, CDA, prominent. Een hele goede avond. Hallo. Even het CDA. Hoort bij? Ja. Hoe heeft u hem als partijman ervaren? Niet. Want? Niet, wel als kameraad en als vriend. Maar in de partij kwam ik hem niet tegen. Hij heeft altijd activiteiten gehad die hem niet direct in partijverband hoefden te brengen. Ik zou hem willen kwalificeren als een politicus die nooit in de politiek heeft gezeten. Mooi. Ik wil toch even één dingetje nog even. Misschien Bussemaak weet u er wat meer van. Het verhaal is al heel lang geweest dat toen Abu Talib burgemeester van Rotterdam werd, dat hij eigenlijk de beoogde burgemeester was namens het CDA daar. Ja. Heeft hij daar nou voor bedankt? Of is Abu Talib voorlangs gekruist? Weet u daar nou het fijne van? Nou ja, wat ik weet is dat hij gesolliciteerd heeft. Dat hij gesteund werd door Balkenende. Maar dat hij niet is geworden. En dat heeft volgens mij iets met de gemeenteraad in Rotterdam te maken. Okay. Meneer Vonhoff, nog even iets anders. Dus die gepeperde, misschien soms zelfs wel wat lompe uitspraken die hij deed. Dat was ook af en toe ingewikkeld bij jullie in het gebouw daar op de Malietoren. Want er was ook wel eens een periode, ik kan me herinneren, dat iedereen zei, nou, laten we nu maar even een tijdje even niks zeggen. Ja,
Ja, ook dat kon hij. Hij hield zich. Ik had net nog mijn eigen woordvoerder, die ook veel voor hem woordvoering heeft gedaan aan de telefoon. En die zei ook nog van ja, we hadden ook af en toe dat we daar. Hij hield zich nergens aan. Het maakte niet uit wat je opschreef. Want hij deed toch zijn eigen ding. Ja. Maar kijk, hij heeft wel. En dat is wel een hele. Ik heb dat ook van dichtbij meegemaakt nog. Omdat ik toen ook, net als jij in het bestuur van VNO zat, in het dagelijks bestuur. De opmerking over de labbekak. En die is totaal uit zijn verband geraakt. Hè. Het woord is een rotwoord. Moet ik even zeggen, er was een interview en daarin gaf hij aan dat mensen die in de bijstand zaten, die daar geen werkelijke tegenprestatie tegenover zouden zetten, dus werk zouden accepteren, die typeerde hij als labberkak. Het was ook echt zijn eerste interview. Ja. Hè? Ja. Het was ook nog iets genuanceerder. Hij zei mensen die niet willen werken. He, dus, maar ook dan, het is een zware kwalificatie. Hij zei ook ooit eens iets in de trend van dat er uit Friesland sowieso heel weinig diplomaten kwamen. Dus hij was niet diplomatiek. Hij bedoelde denk ik het goed, maar het ging zo een eigen leven leiden dat hij zelfs bescherming heeft gekregen. Politiebescherming, dat hij werd bedreigd. En dat heeft hem heel lang achtervolgd, ook in de beeldvorming. Hij kwam als voorzitter van VNO en hij kreeg meteen deze. En dat heeft hem echt gekwetst. Omdat het was wat hij was, namelijk maar gewoon duidelijk. Maar hij heeft later toch ook wel gezegd dat het niet heel handig van hem was. Nee, maar dat kan ook. Maar dat was wel wat hij altijd heeft gedaan. Hè? Ja, nee, hij ging er altijd. Hij deed maar wat. Hij deed niet zomaar wat. Maar hij deed niet wat hem gevraagd werd door speechschrijvers en anderen. Ik wil ter afronding. Ja. Misschien is het ook nog veel te vroeg om een heel, heel strak antwoord op te geven. Maar ik wil toch het proberen even. Hij heeft ontzettend veel betekend. In taskforce gezeten natuurlijk. Zijn laatste functie als VNO-NCW-voorman. Het is echt een man die in de polder van alle kanten zijn invloed heeft laten gelden. Is er iets te zeggen over wat deze man nalaat? Nou ja, ik denk dat hij heeft dus net al even gezegd een aantal hele belangrijke dingen in het verleden gedaan. Ik heb er zelfs als de opmerking gehoord dat hij de beste vakbondsvoorzitter zou zijn geweest die nooit geworden is. Omdat hij ook heel sociaal was. Maar hij heeft ook bijvoorbeeld het hele verhaal bij KLM, hè, die aandelen, dat had Hans al jaren daarvoor in de vergelijking gestopt. Schiphol op zee, iets waar hij nog steeds voor wilde knokken. De Marke Wadden, daar heeft hij zich voor ingezet. En de laatste tijd was hij heel druk met de Lelylijn van Groningen naar. Dus ik heb net al eerder gezegd van ik hoop dat die Lelylijn de handtekening wordt die Hans de Boer op Nederland heeft gezet. Dus laten we nou zorgen dat het volgende kabinet gewoon die Lelylijn gaat aanleggen. Het zou mooi zijn voor Hans. Bij deze. Ik wens u veel sterkte de komende dagen. En ik begrijp dat u vanavond ook nog bij Op1 te zien bent. Ja. Jacco Vondel, voorzitter MKB Nederland.